Ik ben kei benieuwd wat jullie allemaal te vragen hebben. Allee, kom. Pas op. Wie? Ik vroeg me af of jullie zo bepaalde regels onder elkaar hebben. Wij hebben wel, voordat we een optreden doen, ons eigen kreetje. Ja. Momentjes. Ja. Oh. Okay. En die gaan we nooit tegen iemand zeggen, ook niet als het stopt. Het is van ons. Ja. En er is altijd wel eens iemand die zijn dag niet heeft, of als er een discussie is geweest en dan loopt het even niet zo lekker. Maar ik denk dat wij wel alle drie volwassen genoeg zijn en professioneel genoeg zijn om dat op het podium gewoon los te laten. Mm-hmm. En er gewoon voor te gaan. En dat is soms ook het beste middel om dingen weer te vergeten. Ja. En dingen naast je neer te leggen. Omdat je dan weer met z'n drieën daar staat en denkt, oké, hier doen we het voor. Ik vraag me af hoeveel vrije tijd je hebt als je K3 bent. Als je het over een heel jaar bekijkt, denk ik dat wij zeker evenveel vrije tijd hebben als iemand met een andere job. Maar het is anders verdeeld. Het is helemaal anders verdeeld. Soms 2-3 weken aan één stuk en dan weer 2 weken rustig. Dus... Hoe zijn jullie omgegaan met jullie zwangerschap? Ik heb nooit de opmerking gekregen van nee, dat kan niet. Of oei, 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 en wanneer en hoe en wat. Op een bepaald moment zei Gert zelfs, schatje, nou moeten we nu in een bedje oprijden. Dat komt allemaal goed. En dan daarna zijn we wel aan tafel gaan zitten van oké, we gaan nu even heel goed plannen. En het leuke is, als eentje een babytje krijgt, heb je alle drie zwangerschapsverlof. Stel je voor dat een familielid met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis of iemand ligt op sterven. Hoe gaat dat dan? Het is maar een job. En als er zo'n dingen gebeuren, dan gaat het menselijke altijd boven de job. Altijd. Laten we gewoon hopen dat dat niet gebeurt. Nee, hè? Want dat is niet fijn. Ja, ik vraag me af als er dingen in de pers verschijnen en het is soms negatief, hoe je daar dan mee omgaat. Ik lees niet meer alles. Ik heb dat lang gedaan. Nee, Twitter niet, want er zit daar voor rommel op, zeg. Alsof je dat niet leest. Of alsof je niet echt een mens bent. Die gooien gewoon alle rommel erop, alle brain farts, bam. En die vergeten dat je dat misschien wel kan lezen en dat je dat iets kan raken. Nou, ik ben ermee gestopt, hoor. Het is soms heel moeilijk in tanden bijten, maar het is best dat je nooit reageert. De nieuwe K3, gaan jullie die eigenlijk advies blijven geven gedurende de tijd dat dat gaat lopen? Ik denk dat dit nu het moment is waarop jullie zoveel kunnen leren en waarom jullie vragen aan ons kunnen stellen. En als we eenmaal op tournee zijn geweest, dan is het, ja, you're free now. Dan ga je het gewoon zelf een invulling geven. Maar natuurlijk zijn wij er altijd om advies aan te vragen. Mogen wij Gertje noemen? Dan moet je hem vragen. Nee, je moet de grote baas meneer Verhulst zeggen. Hebben jullie er nog altijd zin in? Of denken jullie nu van, nu ik dit allemaal weet, hoeft het niet meer echt? Ik heb er juist heel veel zin in. Ja, maar door. Ja, dit is wel echt een heel fijn gesprek. En wij zijn alvast heel erg trots op jullie. Dikke pikkels. Nadat de finalisten hun antwoorden hebben gekregen van K3, heeft Gert nog een belangrijke vraag voor hen. Hallo. Kom binnen, Marten. Dag, hallo. Marten. Ga zitten. Dank u. Binnenkort maak je misschien deel uit van de nieuwe K3. Dat wil zeggen dat je bestaande leven volledig zal veranderen. Je zult je vrienden, je familie veel minder vaak zien. Je zult heel vaak de baan op zijn voor K3. Ben je bereid om voor dit nieuwe leven te gaan? Voor de volle 100%? Besef je waar je aan begint? Met andere woorden, kunnen wij op jou rekenen? Ja, absoluut. Zeker en vast. Anders zou ik hier nu niet meer zitten. Ik ben mij heel bewust dat mijn leven totaal zal veranderen. Ben je zeker, Han? Heel zeker. Ja, graag. Ik ben er klaar voor, echt. Ik ben bereid om daarvoor alles opzij te zetten en daarvoor te gaan. Dit willen wij heel graag weten. Okay. Veel succes. Dank u. Dank je wel. Alsjeblieft. Leuk je even te ontmoeten. Ja. Doeg. Graag.